Wetenschappers gebruiken radar om afstanden tot nabije objecten te meten, bijvoorbeeld de maan. Zij kijken hoe lang het duurt voor de straal terugkaatst. De meeste sterren zijn tientallen of honderden lichtjaren van ons verwijderd. Het is dan niet te doen om radiogolven, radar, af te schieten, omdat deze niet worden teruggekaatst. Maar we hebben geluk. De aarde is 150 miljoen kilometer verwijderd van de zon. Over 180 dagen bevinden wij ons aan de andere kant van de zon. We zijn dan dus 300 miljoen kilometer verplaatst. Vanuit deze positie ziet de sterrenhemel er iets anders uit dan vanuit onze huidige positie. Misschien ken je het effect van parallax wel. Hoe verder een voorwerp, hoe minder het met de waarnemer lijkt te bewegen. Dit is hiernaast goed te zien. De palmbomen op de voorgrond bewegen minder snel dan de bergen op de achtergrond. De bergen bewegen weer minder snel dan de maan en de sterrenhemel. Je kunt het zelf testen. Houd één vinger voor je neus en doe je rechteroog dicht. Doe vervolgens je rechteroog open en je linkeroog dicht. Zoals je ziet is de achtergrond ten opzichte van je vinger veranderd. Zo doen sterrenkundigen dat ook.